Hoe de tijger zijn strepen kreeg. Heel lang geleden spraken de mensen en de dieren dezelfde taal. Op een avond liep in een warm land hier ver vandaan een waterbuffel door het bos naar huis. De waterbuffel had zich net lekker in de rivier gewassen. Hij dacht aan prettige dingen. En daarom merkte hij niet dat de tijger achter hem liep. De tijger, die toen nog geen strepen had, liep opeens naar voren en zei: "Goedenavond, waterbuffel." De waterbuffel was eigenlijk wel bang voor de tijger, maar dat wilde hij niet laten merken. Hij wilde geen lafaard zijn. Daarom liep hij gewoon verder. De tijger liep met hem mee en bleef praten. "We zien je niet vaak meer in het bos," zei hij. "Is dat omdat je nog steeds voor de mensen moet werken?" De waterbuffel knikte. "Daar begrijp ik nu niets van," zei de tijger. "Waarom doe je wat de mensen zeggen? Ze hebben geen scherpe klauwen en ze zijn ook niet sterk." "Ik begrijp het zelf ook niet zo goed," zei de waterbuffel. "Maar ik denk dat het komt omdat een mens verstand heeft." "Verstand?" vroeg de tijger. "Verstand," zei de waterbuffel. "Dat is iets wat alleen mensen hebben. Dieren hebben het niet. En daarom zijn de mensen ons de baas." "Dat is eigenaardig," zei de tijger. "Ik wilde dat ik wat van dat, wat was het ook weer, verstand had. Het zou mijn leven een stuk gemakkelijker maken. Alle dieren zouden me dan gehoorzamen. Dan zou ik niets meer hoeven te doen om aan eten te komen. Dan kon ik gewoon lekker lui in het gras gaan liggen en op mijn gemak een lekker vet dier uitkiezen. Denk je dat de mensen me wat, verstand zouden willen verkopen?" "Ik weet het niet," zei de waterbuffel. "Ik zal het morgen aan een mens vragen," zei de tijger. "Ik denk niet dat hij nee zal durven zeggen." En hij verdween in het bos. De waterbuffel liep naar huis. Hij was een beetje bang en vroeg zich af of hij de tijger niet te veel had verteld. Maar voordat de waterbuffel in slaap viel, dacht hij eraan dat tijgers nooit in de buurt komen van de rijstvelden waar de mensen en de waterbuffels werken. Gerustgesteld viel hij in slaap. Maar de volgende morgen kwam de tijger toch naar het rijstveld. "Je hoeft niet bang te zijn, klein mens," zei de tijger tegen de baas van de waterbuffel. "Ik zal je geen kwaad doen. Ik wil alleen maar een beetje verstand van je kopen." "Wat een eer," antwoordde de man die de baas van de waterbuffel was. "Een tijger die me een bezoek brengt en me zoiets belangrijks vraagt." En hij maakte een diepe buiging voor de tijger. De tijger voelde zich gevleid en zei: "U hoeft voor mij niet te buigen. Ik ben maar een eenvoudig dier. Ik wil alleen een beetje verstand van u kopen." "Kopen?" vroeg de man. "U hoeft het niet van me te kopen. Ik zal het u geven." "Dat is heel aardig van u," zei de tijger. "Ik wist niet dat mensen zulke goede manieren hadden." Maar hij dacht: "Dat gaat goed. Ik word ontvangen als een koning en straks krijg ik wat verstand zonder ervoor te betalen. Dan eet ik eerst de mens op en daarna de waterbuffel. Dat zal me goed smaken." "Kunt u mij misschien nu wat verstand geven?" vroeg de tijger. "Dat zou ik wel willen," zei de man, "maar ik heb het niet bij me. Ik laat mijn verstand altijd thuis als ik op de rijstvelden ga werken, want verstand is heel kostbaar en ik zou het niet graag kwijtraken. Maar ik zal naar huis gaan en wat voor u gaan halen." Maar voordat hij wegging, vroeg hij aan de tijger: "Hebt u eigenlijk al ontbeten?" "Nee," zei de tijger. "Waarom wilt u dat weten?" "Als u nog niet hebt ontbeten,
Moet ik de waterbuffel meenemen? Zei de man. Anders eet u hem misschien wel op. Ik beloof je dat ik dat niet zal doen, zei de tijger. Gaat u gerust maar naar huis om uw verstand te halen. Maar misschien krijgt u zo'n honger dat u uw belofte vergeet, zei de man. En dan eet u de buffel toch op. Maar we kunnen het ook anders doen. Als ik de buffel meeneem, duurt het uren voordat ik terug ben, omdat hij zo langzaam loopt. En ik wil u niet laten wachten. Als ik u aan die boom vastbind, kan ik de buffel veilig hier laten. De tijger vond het best, want hij dacht, ik kan die buffel ook later wel opeten. Een tijdje later kwam de man terug. Waar is het verstand? Vroeg de tijger ongeduldig. Hier, zei de man. En hij liet de tijger een stok zien met aan het eind een gloeiende punt, omdat daar een heet stukje steenkool aan vast zat. Geef maar hier, zei de tijger. Alsjeblieft, zei de man. En hij duwde de stok met het gloeiende uiteinde onder de kin van de tijger. Zijn snorharen en het haar op zijn kop schroeiden op verschillende plaatsen en lieten een paar zwarte strepen achter. Daarna hield de man de gloeiende kool tegen het touw waarmee hij de tijger had vastgebonden. Het touw begon onmiddellijk te branden. Laat dat! Het doet pijn! Brulde de tijger. Dat klopt, zei de man. Als u verstand wilt krijgen, moet u eerst pijn lijden. Kom, waterbuffel. En de man liep lachend weg met de waterbuffel. De tijger brulde het uit. Het hele touw stond in brand. Maar na een tijdje knapte het op een paar plaatsen. De tijger rende het water in om de schroeiplekken te doven. Het brandende touw had op zijn mooie gele vacht allemaal zwarte strepen achtergelaten. En hoe goed de tijger zich ook waste, de strepen gingen er niet meer af. En zo kwam de tijger aan zijn gestreepte vacht.